welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Belinda en we spelen vandaag The Sims 4. En de vorige keer heb ik jullie per ongeluk achtergelaten met een gigantische cliffhanger voor mijn idee. Want ik heb dus dat paranormale pack en daar hebben we nu een spookhuis. En tijdens mijn outro had ik de video niet op pauze gezet, waardoor ik tijdens de outro deze melding kreeg. Dus ik had toen zoiets van, oké, ik kan nu twee dingen doen. Ik kan de melding zelf lezen, wegklikken en punt. Maar in werkelijkheid is die laatste opname nu dus 5 minuten geleden. En had ik zoiets van, ik moet nu echt door eigenlijk. Want als ik deze melding wegklik, kan ik het spel wel afsluiten. Maar weten we dus niet wat deze melding eigenlijk was. Dus, ik zie het nog steeds hetzelfde uit als de vorige aflevering. Ik heb wel even een ander shirtje aangedaan. Maar verder is dit nog dezelfde dag. Want bedacht ik me opeens ook heel nieuwsgierig naar de nacht. En ja, dat hebben we natuurlijk in de vorige aflevering niet gedaan. Dus, daar gaan we. Welkom. Door een vredespelling van het lot ben je terechtgekomen in een spookhuis. Mogelijk door een kwaadwillige geest die al jouw acties aanstuurt. Je moet er misschien maar het beste van maken. Er is vast een goede reden dat je hier bent. Laat het maar aan mij over. Waarom was ik ook al hier? Ja, aan de ene kant heb ik zoiets van laat het maar aan mij over. Maar ik ben wel heel benieuwd wat er gebeurt als ik op waarom was ik ook al hier klik. En dat zou ook wel iets zijn wat ik zelf zou denken. Dus we gaan voor waarom was ik ook al hier. Je bent begrijpelijk van streek. Een of andere vredegodheid heeft hier naartoe gestuurd. Ik hoorde iets. Als je iemand de schuld wilt geven, geef dan die de schuld. Gebeurt hier verder nog niks? Is het raar als ik dit ook gewoon eng vind? Ik ga het geluid even weer iets harder zetten. Waarom weet ik eigenlijk niet, maar... Oké. Een beest. Waarom zit er een beest in mijn huis? Gaat weg. Ze is aan het koken. Het gaat nog erg goed tot nu toe. Oh ja, we hebben trouwens ook een vriend, dus ze is nog steeds hartstikke flirterig natuurlijk. We hebben net die date met die Joshua, of Joaquin. Met die Joaquin gehad. Ik ben eigenlijk gewoon heel... Ik heb zoiets van, ik kan haar wel nu naar bed sturen. Maar ten eerste moet ze even dingen doen aan de hygiëne. Zo, ik dacht dat die persoon hieronder dat het iets was. Maar we gaan even een stomende douche nemen. En ik bedoelde niet letterlijk nu. Soms hè, soms dan denk ik echt van waarom maken ze niet gewoon eerst af waar ze mee bezig waren. Oké, gaan we even douchen. Ik zie iets. Maakt ook geluid. Haal dat ding hier weg. Verhoog tevens de sfeer. Opeens, ik spoelde hem door. En tegenwoordig doe ik natuurlijk dan, probeer ik te knippen tijdens het doorspoelen. Als er toch niks interessants gebeurt. Maar ik probeer wel in de gaten te houden. Er gebeurt iets interessants. Want dan hè, kan ik daar weer op inspelen. Maar er gebeurde niks. En opeens zag ik dat ding. Goed verhaal. Dus spoel hem wel weer even door tot ze klaar is met douchen. Maar ik ga dit niet knippen. Want ik ben echt bang dat er iets gebeurt nu. Ja, dwel alsjeblieft dat ding op. Is wel, wat is dit voor raar ding? Wacht. Ik wil even in het licht kijken wat het is hoor. Kijk. Wat is dit? Wat doet dit? Ik weet niet eens wat dit is. Wat is het en wat doet het? Nou ja, oké. Word ik nu weer geëlektrocuteerd ofzo? Wat duurt dit lang? Ik schrik echt te snel, jongen. Ik schrik echt veel te snel. Niet te doen. Oké, ga alsjeblieft verder met je eten. Oh, eet je sandwich gewoon. Weet je wat het is? Ik heb nog nooit zo intensief Sims gespeeld als in... Echt een verhaal maken. Ik speel heel vaak Sims, maar dan ben ik het na 10 minuten ben ik het alweer zat. Omdat dan weer iets niet gaat zoals ik wil dat het gaat of zo, weet je wel. En dan stop ik er weer mee of dan heb ik alleen een huis gebouwd. En dan denk ik, nou dat vind ik ook wel weer genoeg. Waarom ben je in bladeren aan het springen? Maar ik wil nu natuurlijk echt een verhaal maken. En ik... Dit stresst mij, jongen. Oké, ze is aan het eten. Ik wil eigenlijk denk ik even gewoon een nachtje doorhalen. Het is nu 12 uur 's nachts. En ze is heel flirterig. Heel fijn. Schieten we helemaal niks mee op. Het huis is trouwens wel erg groot hoor, jongens.
Ze heeft even een paar uur op de computer gezeten, dus dat is weer goed voor de levensdoel. Wat was dat? Door het horen van Engel. Jennifer wist dat die spullen, maar sommige dingen zijn altijd griezelig. Kippenvel. Jennifer heeft het idee dat ze... Ja! Ja! Oh, ga maar slapen. Wat? Ho, ho, ho! Ah! Voor de mensen die mij kennen. Ten eerste, welkom op mijn kanaal, als je me kent. Ten tweede weet je dat ik ontzettend snel schrik. Ik hou van horrorfilms, maar ik hou niet van dit. Nee. Oh, wat is dit? Hou de dingen weg, hoog tegen. Ja, jongen. Waarom ben ik ook begonnen aan dat spookhuis? Iets in mij zegt ook dat ik die... Hoorden jullie dat? Ik krijg gewoon kippenvel. Ik heb oprecht, ik heb oprecht kippenvel. Oké, ook even voor jullie context, jongens. Ik ben alleen thuis. Mijn wasmachine en mijn droger staan aan. Vandaar dat ik alle deuren in huis dicht heb, zodat je die twee niet hoort. Dus ik zit hier in een hele kleine kamer. Op de tweede verdieping van mijn huis. Of de eerste, hoe je het noemen wil. Mijn vriend is ergens anders. Dus die zou thuis kunnen komen. Ik verwacht het niet, maar die zou thuis kunnen komen. Dus ik ben alleen thuis en ik hoor gewoon klop. Oh jongens. Gewoon nog een keer hier. Ah, het is ook jammer dat ik mijn Fitbit niet om heb. Want echt, mijn hartslag is gewoon oprecht hoger geworden, heb ik het idee. Het staat helemaal nergens op dit. Het is maar een spel, kom op. Waarom ga alsjeblieft gewoon slapen? Ik wil klaar zijn met die nacht. Ga alsjeblieft slapen. Laat me nou met rust. Laat me nou alsjeblieft met rust. Ik wist het niet. Ik heb dat paranormale pack al een tijdje nu. Ik wist niet dat dit... Waarom gaan die lampen ook niet uit? Ze doet die lampen ook gewoon niet meer uit. Wat ga je doen? Ga nou. Oké. Chill. Niks aan de hand. Het is maar een spel. Het is maar een spel met poppetjes. Poppetjes die je zelf bestuurt. Mijn raam kraakte. Echt, waar slaat het op, jongens? Waarom? Oké. Focus. We gaan slapen. Want het is 6 uur 's ochtends. Moet je op bed liggen. Er gebeurt nog niks. 9 uur 's ochtends. Goeie markt is er. Oké, goed. We hebben de nacht overleefd. Is dit nu een prestatie? Mag ik een beker? Mag ik iets? Kunnen al die beestjes nou trouwens niet gewoon even weg? Daar word je toch een partij gestoord van? Wacht. Ik ga even hier staan. Die beestjes in mijn huis de hele tijd. Als het goed is... Ik moet heel voorzichtig doen, ik ben echt bang dat ik anders nog ooit zo sloop.
Nee, ik draai maar nog deze kant op. En dan gaan deze weg. Deze hier. Ik wist oprecht niet dat dat zo realistisch was. En dat, het klinkt misschien heel raar, ook als je dit misschien niet speelt, zeg maar. Dat je denkt van joh, wat loop je nou te bazelen, weet je wel. Maar dit is, dat geklop was zo realistisch. Niet oké. Okay. Mooie rechte lijn, maar juist. Maakt niet uit. Oké, okay, we wonen nu daar, jongens. Laten we die brieven dus even verhuizen naar het begin van de hele bedoeling. Oké, okay, als het dadelijk kan, wil ik een hek neerzetten. Ik wil meer bescherming. Ik voel me onveilig. Goed. Waar waren we mee bezig? Wanneer moeten we werken? We moeten over 2 dagen pas werken. Laten we dan eventjes iets op de computer gaan doen. Want ik wil eigenlijk even dat levensdoel ondertussen wel een beetje behalen. Naar wat? Oké. Programmeren. Laten we een computergame maken. Zodat we dat aantal uur... God jongens. Nee, ik heb even geen zin naar de loyermarkt te gaan. Sorry. We programmeren niveau 10. Zo, dat geklop. Oh. Maar het is vooral ook de manier waarop, weet je. Wat ik al zei, dat je alleen thuis bent en je hoort dan opeens gekloppen. En het zou het zijn als nu iemand achter deze deur staat. Terwijl ik nog aan het vertellen ben van, weet je wel. Nou, ik hoor niks geks, dus. Ah, dat was heel raar. Gadverdamme. Oké. Okay. Hier begrijp ik ook nog steeds niks van. Als er iemand is in de comments die begrijpt wat het dagelijkse limiet levensstijl bereikt is, laat even weten. Hier beneden. Want ik snap het niet. Weet je wat het bij mij is? Ik koop al die packs omdat ik gewoon alles compleet wil hebben. Ik ben sowieso iemand die gewoon het hele spel compleet wil hebben. Dus ik koop dan die packs en vervolgens doe ik er vrij weinig mee. Althans niet specifiek. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het pack van, hoe noem je dat? Star Wars. Ik heb nog geen enkele Star Wars film gezien in mijn leven. Dus wat zou ik eigenlijk met dat pack moeten? Maar ja, ik heb het wel, want het is er. Zodoende. We zijn ondertussen op 71 uur van de 100. En ik vraag me eigenlijk af, ja, wat moeten we... Oh, dit is het laatste. Wil je op afspraakje gaan? Ja. Ja, we gaan het huis uit. Ah, die nacht was raar, jongen. Raar, maar... Ze verstoren dus ook elke keer de nacht van je sim. Dus je hebt wel elke keer dat je sim weer wakker wordt. En dus weer minder slaapt. Dus als je een keer je dingen helemaal op laag staat, dan heb je eigenlijk een soort van probleem. Maar we zijn op date. We zijn uit dat griezelhuis. Hallo. Hoe was je dag? Waar gaan we heen? Hallo? Waarom kunnen we niet gewoon naar binnen? Hé, hey, maat. Samen hierin gaan. Kijken of het dit keer wel werkt. Ja, oké, okay, top. Hallo. Mag ik een drankje? Ook voor Joaquin. Doe maar een roomcola. Zo. Ik ben gewoon verbaasd. Ik ben gewoon oprecht verbaasd. Over hoe die nacht was. Maar goed. Maakt niet uit. Kijk volgende nacht weer hoe het gaat. Loop anders gewoon achter de bar langs inderdaad om je drankje te pakken. Kan gewoon. Maar waarom heb ik geen taken voor mijn afspraakje? Ik had eigenlijk wel verwacht dat ik iets had moeten doen. Liefde voor omhelzen. Hey, wil jij bij mij wonen of niet? Ik zou nee zeggen als ik jou was, want mijn ding spookt. Mijn huis spookt echt gigantisch. Waarom is dat zo? Als hij mij op deze taak dat ik dan geen taken heb of zo? Ik vind het eigenlijk wel leuk altijd met taken. Ik had trouwens echt toch. Waarom kan ik het eigenlijk hier doen? Ik had een beloning gekregen toch voor die volgende? Oh, dat kan dus alleen thuis. Ja, zie je? Ik dacht al, waarom kan ik hier bouwen?
Dus je moet wel naar het toilet, dus dat gaan we maar gewoon even eerst doen. Waarom heb ik een flirterig gesprek met de barman? Jong volwassen. Oh, maar ik heb nog onbekende eigenschappen van hem. Ja, ik heb al gezegd dat je naar de wc kan, vriendin. Ik wil hem even wat meer leren kennen. Want we kunnen natuurlijk 3 eigenschappen van hem ontgrendelen, om het zo even te zeggen. Serieus? Ga weg. Oh, ik ben een 2-ster celebrity natuurlijk, ja. Maar mag ik dan wel gewoon even rustig plassen? Alsjeblieft. Waar staat leren kennen? Hier. Ik mag gewoon niet rustig plassen. Ze zijn. Rustig plassen. Kunnen jullie alsjeblieft gewoon even weggaan? Ja, ik mag eindelijk normaal plassen. Toch. Oké, dat afspraakje is er bijna voorbij. En zoals ik al zei, ik heb dus geen taken. Dus ik zou niet weten of ik nou iets goed of slecht heb gedaan. We gaan even eten bestellen. Een vis met patat. Dit is het afscheid. Bel me nooit meer. Maat, jij vraagt mij op date. Ik heb geen taken en je gaat zo doen? Gast! Ga alsjeblieft, ga naar huis. Ik snap het niet. Ik snap het echt niet. Ik probeer je te leren kennen. Ik zeg dingen tegen je. Bla bla bla. Jij doet niks met mij. Er is geen interactie vanaf de andere kant. En dan ga je zo doen. Vind ik niet cool. Maar goed, we zijn weer thuis. Of all places. Dus laten we, ik ga ons gewoon even klaarmaken voor de nacht gewoon. We gaan douchen. Nou, hoe gaat het met de honger? Dat gaat prima, want we hebben natuurlijk net daar iets... Ik heb geen prullenbak. Ik heb ook niet echt, ja. Verdorie. Potverdorie. Ik wil een prullenbak. Keuken. Prullenbak. Ja, we hadden deze natuurlijk, maar dat gaat nu even niet van het geld. Dus we zetten deze even hier neer. Moet die plank in de prullenbak? Nee, waar moet je plank dan heen? Opruimen. Ruim je plank op. Oké, hier gooit ze nog in de prullenbak. Ja, er zit niks op, meid. Anders zou ik het ook wel voor je opruimen. Maar goed, maakt niet uit. Het is 7:10. Haar energie gaat wat omlaag. Laten we eventjes gebruiken haar... Laten we even een game spelen. Doe maar gelijk livestreamen. Oh, ik zit nog overal te kijken. Zo van, gebeurt er niet ergens iets of zo? Mis ik niks? Goh. Staat hier een plant? Nou, dat is niet van mij. Mooi. Nou ja, dan krijgen we alle puntjes weer. En alle centjes. 72 uur achter de pc. Dit gaat nog lang duren, die 100 uur achter de pc. Dat wordt een lange zit. We gaan om 9 uur stoppen met livestreamen. Oké. Jongen! Oké. Guidry, het spook. Hallo daar, de naam is... We noemen hem Jaap. Zo te zien kun je wel wat hulp gebruiken bij het hele spookhuisgedoe. En gelukkig ben ik een waar expert in dit soort dingen. En maak je geen zorgen, ik ben een vriendelijk spook. Ik denk dat we het prima met elkaar zullen vinden. Hi! Welkom. Mijn huis. Wat kom je doen? Jaap? Hey Jaap. How are you doing? $4 verdiend. Waarom ga ik flirteren? Maat. Naar carrière vragen. Wat doe jij voor werk? Vertel het eens. Ik heb wel gehoord dat je hem oprecht te vriend moet houden.
Dus dat gaan we wel doen. Ik ben nog niet zo dapper genoeg dat ik nu denk, nou laat ik hem een vijand maken. Maar misschien ga ik dan wel dood. Hij is werkloos. Nice. Hoe was je dag? Ja, gesprekken houden met de spook. Jongens, toch niet, maar stop. Een bijzondere bedoeling dit. Hij praat ook zo raar. Goed gesprek dit. Hi. Op zich ziet hij er wel leuk uit zo, zeg maar. Er gebeurt verder nog niks seks, geloof ik. Maar het is ondertussen 10:00. En ze praat nog steeds met hem. Ik heb alleen zoiets van, ik wil weten waar ze eigenlijk over praten. Wie ben jij? Waarom heeft iedereen push-ups doen in mijn huis? Stop even met wat je aan het doen met de computer. Oké, ik heb gevraagd, wie ben jij? Cloud, René, Duplantier, Goudrie. Maar je mag me ook Goudrie noemen. Ja, ik ben nog wel een expert paranormaal en ik begrijp elke... En ik grijp elke kans aan om iemand in nood te helpen. Ik maak mijn hele leven en het leven hierna. Oh, jacht op onbekende, laat me weten of je hulp nodig hebt. Ik heb hulp nodig. Advies om hier te wonen. Ja, geef me alsjeblieft dat advies, want ik... Stop ook even met die mobiele app. Kap daar even mee. Echt, omarm het gewoon. Verzamel buiten van de geestjes. Koop beloningenmarkt voor. We hebben gegeven wat poppen, een map. En als je af de behoefte hebt aan een longer even lijf te schillen, doe dat dan. Tegenslag maakt deel uit van de geestjes. Je wil dit. Spookje! Hi! Jij bent echt heel schattig. Hi. Cute. Oh. Ga weg. Ah, jij bent echt heel cute. Hallo. Cutie. Ik wil je even goed in beeld hebben. Hey cutie. Hallo. Dit beestje, moet jij mijn huis hier? Dit beestje vind ik leuk. Maar het is wel weer heel donker, dat vind ik minder. Jaap loopt achter me aan. Top. Maar ik wil graag dat je dit even... Oh, hij had het voor me weg. Oh, dat is wel nice op zich. Ik heb het idee als ik dit doe, dat ik dood ga. Dus dat gaan we niet doen. Bied een handgemaakt voorwerp uit je inventaris aan. Waarom ben ik paars? Waarom ben ik paars? Ik ben paars. Weet je wat? We gaan slapen. Ik vind het mooi geweest. Stop met dit doen. Weet je wat je aan het doen bent? Jaap en het spookje zijn met elkaar aan het slapen. Oh, aan het praten bedoel ik. We gaan slapen. Oké, we gaan even kijken wat er gebeurt in de nacht. Dat zal vast wel. Ik geloof nooit dat dit in één keer ontstaat. Oké, ik moet wel zeggen, de nacht gaat nu dus een stuk langzamer. Omdat Jaap en het groene spookje op mijn kabel zijn. Waar schrok ze nou weer van? Wat ga je doen? Maat! Vriendin! Wat doe je? Maar goed, het is om dood te zijn. Wat doe je? Waarom doe je dat? Ik had niet gezegd dat je dat moet doen. Hé, hey, als je zo stoer gaat lopen doen. Gaan we gewoon weer slapen. Oh, we hebben koopjesdag. Daar gaan we in de volgende aflevering wel weer wat mee doen. Ik vind het wel irritant dat omdat hij dus op mijn kabel is, dat die tijd dus veel langzamer gaat. Dat is niet zo heel handig namelijk. Vind ik. Tot kijken voor je twee ben ik weer. En laat me nog alleen ook. Jennifer had een nachtmerrie waarbij je dienst in ontwikkeling zijn de videogame gelekt werd. Niet dat dit ooit zou gebeuren, nooit. Oké. Goed.
Ze gaat gelijk van alles doen. Dit was weer de aflevering voor vandaag. We hebben het overleefd voorlopig. We hebben nu dus al twee keer, we zijn twee keer geëlektrocuteerd. Dat hebben we overleefd. We hebben nu een spookhuis, dat overleven we nu ook al twee nachten. Dus voorlopig gaat het oké. Ik ga hem op pauze zetten. Dit was de aflevering voor vandaag. Vond je nou een leuke video? Doe zeker even een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal hier beneden. Heb je tips en tricks? Laat ze zeker even weten in de comments. En dan zie ik jullie graag volgende keer weer bij een nieuwe video. Doei doei!